rode kleur. Oftewel, hier is het zeg maar de airborne kleur die eigenlijk. Het is een tijdje later. Ik ben op weg even om mijn scooter op te gaan halen. Ik verwacht wel dat die klaar zou zijn. Ik heb een dagje openluchtmuseum in Arnhem. Leuk dat je kijkt verder naar deze nieuwe week vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het maandag en het is 4:15 ochtends. Best vroeg. Maar het komt, ik moet straks om 6:00 werken. We beginnen met werken. Dus vandaar. Daarom loop ik ook al in mijn werkkleren. Vandaag een lange dag. Van 6:00 ochtends tot 2:00 middags werken. En daarna, ja, zien we het wel. Ja, ik moet vanmiddag even naar de stad toe. Ik heb een goede werkdag gehad. Ik heb ook lekker even gedoucht net. Ik was eigenlijk, ik zou om 2:00 vanmiddag klaar moeten zijn. Maar ik was iets voor 2:00 al, 1:15 ongeveer klaar. Dus dat was wel lekker. Dus ik kon gewoon lekker op tijd naar huis. Vooral als je zo vroeg op moet staan, 4:15 ging vanmorgen dus te wekken. Hè? Dus dan is het wel fijn als je iets in naar huis kan. Dus ik was er wel heel erg blij mee. Ik ben ook best wel moe, dat merk ik. Oh ja, mijn moeder is vanmiddag dus even met Spookje, dat had ik vorige week voor verteld, naar de dierenarts geweest. Ze heeft namelijk een wondje op de oor. Die is, ja, toch ontstoken. Want mijn moeder voelde het al dat haar oortje eigenlijk warm was. Dat had ze me vanmiddag verteld. Ja, Spook heeft dus een ontsteking in de oor zitten. De dierenarts had dat ook al bevestigd. Ze heeft nu een antibiotica-kuur voor 7 dagen. Ja, hopelijk gaat het er aan mee over. De dierenarts zei ook, van als het niet overgaat, moet ze terugkomen. Dan gaan ze natuurlijk ook zeker te weten wat doen. En als je deze week vlog kijkt, is die ontsteking, als het goed is, alweer over. Het is vandaag woensdag. En ik kom, ik heb net mijn scooter eigenlijk afgeleverd bij de bronfietszaak. Onderhoudsbeurt. Ik heb dus mijn helm bij me. Ik word vanmiddag dus gebeld als die klaar is. Dan gaan we de snelheid omhoog brengen. Omdat ik heb elke keer als ik de rij op de rijbaan, heb ik last van dat auto's heel erg dicht op me zitten. Of ze gaan me inhalen. Of zelfs toeteren. En dat is best wel irritant. Kijk, het is dat ik mezelf er niks van aantrek. Omdat ik natuurlijk ook niet harder kan. Maar het is wel heel irritant en dat is niet fijn. Want als je rijdt, ja, dat ik rijd 45, ja, dat is gewoon niet lekker. Dus ik heb liever gewoon dat hij iets harder gaat. Dus ze gaan hem legaal opvoeren. Dus ja, zie ik het vanmiddag. Want ik heb het dus bij de vorige scooter gehad, waren ze het vergeten. Dus ik hoop niet dat ze het nu vergeten. Ik ben vandaag dus verrijd. Dat heeft eigenlijk reden. Ik heb van de week een lange werkdag gehad. Daarom heb ik vandaag dus vrij. Volgende week woensdag ben ik ook weer vrij. Dus dat is ook weer. En de week erop ook. Een tijdje later. Ik ben op weg even om mijn scooter op te gaan halen. Ik verwacht wel dat die klaar zou zijn. Ik heb ze een paar keer proberen te bellen. Maar ik krijg ze niet te pakken. Dus dan gaan we maar lopen. Ik verwacht wel dat die klaar zou zijn, daar niet van. Ja, je wilt het toch even bellen. Maar mocht er toch wat zijn, dan weet ik zeker dat er iets is. Of dan kunnen ze het me overleggen. Zo, ik heb ook even. Dus. Oh, er valt nog wat. Dan gaan we zo op. Maar dit gaat beneden in een vriezer. Want dit had ik zelf in een persoonlijke bonus zitten. Dus dan dacht ik, hoi, meenemen. Dat kan ik wel gebruiken. Gewoon. Twee zakken friet. Zo. Is ook getijd. Boodschap gedaan. En nu gaan we even dit dus die in de frisje leggen. En dit zit. Voor de rest. Niet veel, ja. Ik ga zo even aan de vlog monteren. Aan de vlog van Oude Anzerenpark. Die staat al online als je deze vlog kijkt. Zo. Mijn was die ik het weekend erin had gegooid, die is ook al klaar. Je doet het altijd echt
als je hem zaterdag in de was doet, dan is hij pas de week erop en op de donderdag bij spreken bijna klaar. Te maken met de droger en de droger en zo. Want die is vaker het probleem. Ik zie dat de accu van mijn camera ook wel leeg is, dus ik ga zo meteen ook even opladen. Want het weekend ga ik namelijk ook iets leuks doen. Wat dat is, vertel ik zaterdag wel even. Want dat ga ik nou niet lopen doen. In ieder geval zaterdag ga ik iets leuks doen. Maar wat dat is, dat hou ik nog even geheim. Ik moet even een paar dagen afwachten nog. En dan weet je precies hoe of wat. Het is alweer later op de avond. Mijn moeder had mij vanmiddag ook wat verteld. Dat ben ik jullie eigenlijk gewoon vergeten te vertellen. Mijn moeder die gaat normaal gesproken bij de overbuurman koffie drinken of andersom op de woensdag. De overbuurman had mijn moeder geroepen. Ze was van plan om naar hem toe te gaan of hij naar haar. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, de overbuurman, die kijkt mijn vlogs ook. Ja, dat weet ik. Het is zo, hij riep haar, riep mijn moeder dus. Van ja, kom eens. Ik heb hier vleermuizen liggen op de grond. En ik, mijn moeder die zei dat zo. En ik zei, oh. En ze had dus via WhatsApp foto's naar me toegestuurd. Die zou ik eens er even bij pakken. Die vleermuizen leefden wel gelukkig. Die waren, er was niks meer aan de hand. Even kijken. Daar heb je er een. Hier. Kijk, is echt wel apart. Dit zijn jonkies dus. Dus ze zijn waarschijnlijk uit het nest gevallen. Maar kijk, echt heel bijzonder. Echt heel apart. Hier. Echt heel bijzonder. Want ik had het zo met erover. Dan zei ik ze ook van jullie hadden eigenlijk de dierenambulance moeten bellen. Op het moment zei mijn moeder ook toen de buurman een doosje wou pakken. Eentje was er al voorheen al weggevlogen. Maar de buurman wou een doosje gepakt. Toen waren de andere twee ook al weggevlogen. Dus waarschijnlijk zijn ze het nestje gevallen. Maar wel goed dat ze weg zijn gevlogen. Dat betekent gewoon dat ze niks mankeren. Dat ze gewoon gezond zijn. Het is vandaag donderdag en ik heb natuurlijk vandaag weer gewerkt na vrij te zijn geweest gisteren. Ik heb ook gisteren de schoenen besteld. Die ga ik even aan jullie laten zien. Die heb ik via Zalando besteld. Die komen ook vanavond binnen. Maar ik heb deze kleur dus besteld. Van Fancy zijn deze. Deze heb ik dan besteld. In een maatje 42,5. Ja, ik leef op grote voet. Daar kan ik niks aan doen. Wat ik eigenlijk dus ga eten is vandaag. Is dus wat ik net al heb gefilmd. Dus, ja. Ik eet vandaag falafel met pita broodjes. Dus eigenlijk heel lekker. Want wat ik dan er ook bij doe is gewoon knoflooksaus. Dat is echt gewoon een lekkere combi. En dat is echt gewoon heel erg lekker om dat gewoon te eten. Dus dat ga ik ook straks doen. Alleen mijn pakketje is nog steeds niet binnen. Ik zit er nog steeds op te wachten. Want hij kan nu nog elk moment komen. Dus daarom ben ik ook gewoon beneden. Maar ik wil ook maar gaan eten. Want ik denk van ik kan wel gaan wachten. Maar weet je, ik ga gewoon eten. En als er dan aangebeld, dan kan ik het pakketje in ontvangst nemen. Ik heb dus al die tijd eigenlijk nog niet echt aan een vlog gemonteerd. Omdat ik dacht van ja, als er nou toch daadwerkelijk toch het pakketje komt, dan kan ik er snel naartoe. En noem maar op. Vandaar. Dat wordt met DHL bezorgd. En DHL staat een beetje bekend ook om het niet te bezorgen of snel weg te gaan. Dus vandaar dat ik daar anders maar beneden ben. Want ja, dan ben ik er zo bij de voordeur. En dan kan ik zo open doen. Mijn nieuwe schoenen zijn binnen. Echt heel raar. Eigenlijk nadat ik mijn eten klaar had, zeg maar, ging de voordeurbel. Ja, dus dat uiteindelijk is het pakket aangenomen natuurlijk. Dus ik ga met jullie het pakket dus openen. Want ja, ik heb natuurlijk schoenen gekocht. Ik heb jullie vanmiddag ook laten zien welke schoenen. Ik laat mijn adres lekker niet zien. Daarom film ik mezelf nog even. Want dat gaat jullie helemaal niks aan, adres. Want die krijgen jullie lekker niet te weten. Nou, dit zit dus in de doos. Mijn camera deed even iets net wat niet kon. Mijn camera deed gewoon even een beetje raar, maar net. Toen ik het om wou rijmen. Dit is dus die doos. Die ga ik er even uithalen. Want daar gaat hem om. Het gaat niet om deze doos. Maar het gaat om de schoenendoos. Weg ermee. Hoppla. Weer een doos van oud papier. Dat is ook een voordeel. Ja, dit is dus die doos van Fans. Dus.
Ja, ze lopen zo lekker, fans. Echt ideaal. Kost wel wat. Maar ze lopen echt ontzettend lekker. Net alsof je eigenlijk echt maar op kussentjes loopt. Dus dit is dus die doos. Dus ik ga ze even nu eruit halen, die schoenen. Zet ze zo even op de doos. En dat is het mooie. Zet ze er maar in. Ja, de veetjes moeten er nog wel in hoor, maar dit zijn dus die schoenen, dit zijn dus de Vans. Ik heb eigenlijk, dit is dus een beetje de Bordeaux rode kleur, oftewel hier is het zeg maar de Airborne kleur die eigenlijk is. En deze heb ik dus gekocht in de maat 42,5. Ik heb officieel maat 42 eigenlijk, maar ik bestel altijd, of heb altijd 42,5 wel eens. Dat heb ik ook bij de Nike. Dus dit is dus de, ja, Vans. Ja, de veetjes moeten er nog wel even verder in. Maar ik ga straks wel eens even aan om kijken hoe ze zitten. Maar zo te zien, ze lijken ze wel echt heel lekker te zitten. Zo, ik ben nu bij mijn ouders. Eigenlijk net aangekomen eigenlijk. Ik ga zo, ja, even de tas van morgen alvast een beetje klaarmaken. Want dat is ook nog wat moet gebeuren. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan, hoef ik het morgen niet meer te doen. Dus wat ik van te doen. Ik ga daarna ook even een vlogje in de planning gooien. Dan moet ik nog eentje afmaken. En eigenlijk dat eigenlijk het enigste. Vandaag gaan moeder en ik naar het Openluchtmuseum. En ik heb jullie van de week niet verteld waar we naartoe zouden gaan. Wel een dagje weg, maar niet waar we naartoe zouden gaan. Vandaag gaan we een dagje Openluchtmuseum in Arnhem. Zijn we al heel lang niet meer geweest. Dus ik neem jullie daar vandaag gewoon mee. Er komt wel een dagvlog in twee delen online op mijn kanaal ervan. Want anders wordt het een te lange vlog en dat moeten we niet hebben. Dus vandaar dat het dan in twee delen ervan online komt. Er is ook een sprookje van Door een Roosje van de Efteling. Ja, ik ken je dat, een Door een Roosje. Die ging ook bijna spelen, die gaat ze zitten prikken. Ja, dat is in slaap. Maar dat kan met dit spinnenwiel niet. Nee, met deze kan dat niet. Nee. Ja. Kom, kom. Bijna niet meer doorheen. Want ik kom er al met mijn kop tegenaan. En ik ben 1,71 meter. Dus ja. Mijn moeder en ik gaan naar huis toe. We hebben een leuke dag gehad bij Openluchtmuseum. We hebben net even gegeten bij de McDonald's. Het was wel even lekker. Samen kipnuggets gedeeld en zo. Dus ja. En ik had net ook wat. Ik zit bij de McDonald's. Zie ik een dubbelganger van een vriendin van mij. Mijn moeder weet welke vriendin dat is. Dat is diegene waar ik geregeld mee naar Walibi en de Efteling ga. En haar dubbelganger kwam ik tegen. Zo tegenover bij de McDonald's in de thuisverzorgkleding. Misschien heeft ze een nieuwe baan. Ik heb haar geappt met die foto. En kijk wat ze zegt. Het is vandaag zondag en ik ga even hier buiten even de was checken, want mijn vader is de was opgehangen. En het lijkt alsof de was dus echt droog is. Mijn vader is ook frietje gaan halen, want we gaan frietje eten. Maar mijn moeder is verkouden. Heeft geen corona, ze heeft een coronatest gedaan, zo'n zelftest. Ze heeft dus geen corona, dus dat is wel weer een voordeel. Ja, ze is ook volledig gevaccineerd. Dus maar ja, dan nog kan je het krijgen, mijn bedoel. Zij zit dus ziek op de bank. Vannacht is zij dus naar beneden gegaan. Want ze liep zo ontzettend te draaien en zo. Waardoor ik dus niet lekker kon slapen. Ze zat ook tegen mij te praten. En dat is niet leuk als ik zelf probeer slaap te vatten. Dus ja, Noah, er was hier een andere kat, daar ruik jij. Die zwart-witte kat was weer in de tuin. Maar dus ik
Ik ga straks ook na het eten dus terug naar Wageningen, want morgen weer gewoon om 6 uur beginnen. Dus vanavond om 9:30 slapen. Alleen waar ik last van heb is last van mijn rechte grote teen. Het is een beetje ontstoken. Ik snap niet hoe, maar ik hou het even in de gaten. Anders ga ik even soda halen van de week en dan ga ik een voetenbadje maken. Ik zou niet weten hoe. Ik heb geen teltje of wat. Dus dat zoeken we wel uit. Dus daar heb ik ook last van. Want ik stootte net meteen met slippers aan doen. En ik kon wel even door de grond zakken van de pijn. Leuk is anders. Dus ik ga straks lekker eten en dan spullen inpakken en dan richting Wageningen. Dan zit het weekend hier er alweer op. Ik heb wel een leuk weekend gehad. Ze hebben een leuk weekend gehad en mijn moeder voelde zich gisteren al niet helemaal lekker. Ze voelt zich meer verkouden omdat ze grieperig is. Ze heeft vannacht ook de temperatuur opgemeten, want het leek alsof ze dacht dat ze koorts had. Maar ja, ze heeft geen koorts gelukkig voor haar. Dus ze heeft geen griep, het is gewoon een verkoudheidje. Je hoort dat nu meer hoor, dat meer mensen verkouden zijn. Ik ben net al een tijdje weer in Wageningen. Gisteren heb ik 2 dingen gekocht in het Openluchtmuseum. Dat zijn namelijk dit zoethoutstokjes en dat duim erop. Heerlijk. Voor degenen die wel eens vaker in het Openluchtmuseum zijn geweest en je denkt nog steeds dat er in het Zaanse dorpje het snoepwinkeltje zit, heb je het goed mis. Want die zit er niet meer. Op die plek zit nu een ijswinkel van Nesia. En als je snoep wilt zoeken en wilt toch weer kopen, kijk dan even bij de entree. Want bij de entree in dat winkeltje dus zit, daar staat het snoep nu. Dus zou zeker als ik jou eens dat checken, want het is ja, als je daar naar zes, ik als mijn moeder een fan, liefhebber ervan bent, dat altijd wel leuk vond ook om te kopen, wees daar niet getreurd. Ga daar dan heen en koop dat. Dat is echt, ja, daar staat het dus nu. We hadden gisteren ook over in de Openluchtmuseum met een paar 2 personen over dat wij nu luxe hebben tegenwoordig betreft de wasmachine en zo. En vroeger hadden ze natuurlijk niet zoveel luxe. Nu wel, tegenwoordig is het allemaal technologie en zo. Luxe wasmachines met allerlei snufjes en zo, alles erop aan aanzetten. Dat hadden ze vroeger niet, dus wij hebben het eigenlijk wat dat betreft best wel luxe eigenlijk. Ook qua auto's was het vroeger niet super luxe en ook qua fietsen niet. Tegenwoordig hebben we elektrische fietsen, maar tegenwoordig heb je ook echt hele moderne auto's zoals een Tesla. Ja, gewoon heel veel luxe. Vroeger hadden ze zelfs geen airco, geen stuurbekrachtiging, helemaal niks. Dat was mij gisteren verteld. Dus dat is best wel, ja, bijzonder. Ik ga in ieder geval zo verder even mijn uitstallen verder. Of eigenlijk een beetje settelen, vlogje kijken. En straks douchen, want ik merk ook zelf van mijn eigen dat ik moe aan het worden ben. Maar het is ook een beetje met vannacht te maken. Dus ik denk dat ik aankomende nacht wel goed zou slapen. Dus hoop het wel, want ik ben best wel moe na vannacht. Ik had volgens mij vanmiddag jullie verteld wat de reden daarvoor was. Maar ja, dat kan mijn moeder ook niet veel aan doen. Maar dat zij verkouden is, ja. Ik hoop niet dat ze mij aangestoken heeft, stiekem. Want ik heb nog nergens last van. Vanmiddag zat ik al een beetje af en toe te hoesten. Maar laat me hopen dat het niet doorzet en dat ik morgen of zo ziek word. Hoop het niet. Want ik word zelf niet gauw ziek. Maar als ik echt ziek ben, ben ik doodziek. Ik ben lekker gedoucht. Wat ik nou even ga doen is eventjes mijn schone werkkleding pakken even. Een andere broek en een andere polo. Want ik dacht dat ik die polo ergens al had, maar ik zou niet weten anders waar. Dat wordt even zoeken, maar ik lijkt toch misschien een lichte verkoudheid te ontwikkelen. Want ik had net weer dus echt toch weer last van een hoest hoor. Doe ik die gewoon aan. Maar voor hetzelfde geld heb ik toch echt dat mijn moeder me aangestoken heeft. Want ik ben natuurlijk de hele tijd het weekend bij haar beneden geweest. Dus het kan maar zo. Die zocht ik ook anders voor morgen. Maar ik hou het in de gaten. Oh. Want mijn moeder die is nog zieker, want
Die ligt eigenlijk gewoon op de bank. Ze is inmiddels nu al naar bed, sinds 7:30. Dat is best wel vroeg. Maar als je niet lekker bent, ga je liever vroeg naar bed. Maar zij gaat waarschijnlijk morgen niet werken, heeft ze gezegd. Dus dat zegt al genoeg hoe ellendig zij zich voelt. Ik hoop zelf dat ik het niet krijg, want als ik nu al een hoestje heb, een beetje, niet echt een licht kuchje of zo, hè, maar echt een hoest. Ik hou het in de gaten. Ik hoop zelf dat ik het niet heb, want of dat ik het niet krijg, dan weet ik al zelf dat ik ook beroerd zou zijn. Het scheelt dat ik, ja, niet fiets of wat, weet je. Maar ik merk ook zelf de laatste paar dagen dat ik eigenlijk een beetje kortademig ben. Dus het kan zo zijn, ja, dat ik het misschien nooit eerder heb of zo, weet je. Dat ja, ik weet het niet. Maar we wachten het af. Ik ga nog even een beetje de vlog afmaken. Muziek uitkiezen is lastig voor die vlog die ik aan het maken ben. Maar ja, dat komt wel. In ieder geval, ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet natuurlijk geen duim omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet je beneden om mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje. Zo krijg je altijd een melding wanneer ik een nieuwe weekvlog of een andere video upload. En laat uiteraard een leuke reactie achter beneden onder deze vlog. En wie weet reageer ik er wel op. En heb je vragen, stel ze, beantwoord ik ze misschien wel in de vlog. Of gewoon persoonlijk onder je reactie. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.